Ja, ik denk dat de rol van de media niet eens zo veranderd is. Ik denk dat dat. De media zijn eigenlijk altijd. Nou ja, ik denk dat wat er erger is geworden nu vergeleken bij vroeger, is dat de media nu nog slechter geïnformeerd zijn dan vroeger. Maar dus dat journalisten zich ontzettend weinig verdiepen in wat er nou eigenlijk speelt. Ja, sensatiebelust. Het is een onderwerp wat voor de media spannend is. En zo is er ook heel erg veel altijd over bericht, over de positie van sekswerkers, over sekswerk. En er waren maar heel weinig vrouwen die in beeld wilden en die met naam en toenaam bekend wilden zijn door het stigma op prostitutie. En ja, nou ja, dat werden dus ook wel een beetje dan de koninginnen van Margot. Alvarez is een van de vrouwen die wel ja, in beeld wilde. Dus er was ook wat dat betreft ook altijd wel wat spanning over. Maar goed, er zijn ook wat dat. Ja, er zijn, er is, de media zijn eigenlijk altijd wel geïnteresseerd geweest. Maar zijn veel meer geïnteresseerd geweest in het spannende dan om het echt te hebben over nou, rechten. Wat betekent het? Hoe ziet het stigma eruit? Waarom is het lastig? Ik bedoel, echt een beetje diepgravender proberen een goed beeld geven van wat dat nou betekent om prostituee te zijn, dat is eigenlijk heel weinig aan de orde geweest. En wat er in die tijd, in de jaren 80 speelde en wat nu ook nog steeds speelt, namelijk op wat voor manier organiseer je het, hè? Hoe ga je om met rechten? En wat dat nou betekent en hoe dat er nou in de praktijk uitziet, dat zijn onderwerpen waar de media zich eigenlijk helaas nooit echt in hebben willen verdiepen. Nu wordt prostitutie zo'n beetje gelijkgeschakeld aan mensenhandel, hè? Hoe speelde dat in die tijd? Nou, mensenhandel was minder een onderwerp. Dus dat gebeurde, dat doen alsof het hetzelfde is en niet het verschil kunnen zien tussen. Dat gebeurde in die tijd ook wel, niet het verschil kunnen zien tussen ja, handel en sekswerk of mensenhandel. Het is ook in die tijd was het wel aan de orde. En ik denk dat het in die tijd en ook nu nog steeds van belang is om. Het woord mensenhandel vind ik een verschrikkelijk woord. Omdat het namelijk net lijkt alsof het gaat over mensen die als een pakketje hè? Terwijl het gaat wanneer je in de Filipijnen denkt van ik moet een oplossing vinden voor mijn probleem, waar ik heb geen inkomen. Ik moet iets doen. En je laat op een of andere manier in met mensen die je daarbij gaan helpen en die je betaalt en die dan zeggen ik ga ervoor zorgen dat jij in een 5-sterrenhotel als receptioniste gaat werken. Dat zijn hele dappere mensen. Dat zijn mensen die denken ik moet iets doen. Dus het pakt uiteindelijk slecht uit. Ze komen niet in een 5-sterrenhotel als receptioniste terecht. En ze zijn heel vaak worden ze op een verschrikkelijke manier uitgebuit en mishandeld en nou. Van alles ellende. Maar het zijn geen willoze wezens. En ik vind het vervelende van het woord mensenhandel, dat het net lijkt alsof het ja, alsof ze dom zijn en nou, geen handelende personen zijn. En in de praktijk, en dat is het lastige ook nu nog, is de grens tussen waar loopt prostitutie. Niet goed. Het is een soort glijdende schaal, kun je zeggen. Aan die kant zit de mensenhandel en aan die kant zit de vrije, onafhankelijke sekswerker die het allemaal zelf onder controle heeft. En in de werkelijkheid loopt het door elkaar heen en is het een beetje een grijs gebied waarin nou, hier ernstiger uit de hand loopt en daar ook niet helemaal goed geregeld is. En ik denk dat het moeilijk is in deze hele discussie dat wanneer je er niet echt in wilt verdiepen, dat het dan heel makkelijk is om te zeggen van. Ook is allemaal handel, zijn allemaal misbruikte vrouwen, terwijl in de praktijk dat niet altijd zo is. Het speelde destijds in de jaren 80 ook al. En ik denk dat het lastig is geweest dat het dat binnen het feminisme, wat in de jaren 80 een zeer bloeiende en actieve beweging was, een grote weerstand was om het over prostitutie te hebben, over de rechten van sekswerkers. En het veel makkelijker was in die tijd om het te hebben over mensen, vrouwenhandel en over over de misbruikte en de vrouwen en de slachtoffers. En het was moeilijk, ook al in die tijd, en dat speelt nog steeds, om. Ja, om die hele discussie op een reëel niveau te krijgen en om te zeggen het gaat over werk
En het gaat over mensen die wel of geen arbeidscontract hebben, zou ik maar zeggen. Dus degenen die geen goede arbeidsomstandigheden hebben, dat zijn degenen die steun moeten krijgen van een vakbond, omdat hun werkomstandigheden slecht zijn. En dan kan je het ook wel hebben over handel, maar ik denk dat er eigenlijk dat niet de discussie is. En dat een van de problemen is dat als het gaat over sekswerk, dat dan de moraal een heel erg belangrijke plek inneemt. En eigenlijk belangrijker is dan de feiten. Dus dat mensen eigenlijk altijd veel meer, en dus in het feminisme in de jaren 80, ook heel erg als het ging over de slachtoffers, dan was iedereen op haar gemak. En was het makkelijk om erover te praten. Terwijl als het gaat over vrouwen die hun leven in eigen hand nemen en nou, daar ook steun mee kunnen krijgen, is het een hele andere discussie. En ik denk dat dat in de jaren 80 een probleem was, maar nog steeds wel. Dat het toch gaat over vrouwen die, hoe kun je vrouwen steunen die werk doen en die daarin goede arbeidsomstandigheden willen hebben. Een fatsoenlijk loon, zoals iedereen die werkt. Ja.